Yay, dus we starten nu in een onderwater level. Maar ik hoef zo te zien niet te zwemmen. En daar ben ik wel blij mee, want ik hou eigenlijk niet heel erg van onderwater levels. What up YouTube, super tof dat je kijkt naar deze tweede. Dit is 4 samen. Maar in ieder geval de tweede aflevering van deze Yoshi's Crafted World serie. Mijn naam is Rick en we gaan gewoon beginnen. In de vorige video hadden we dit level gecomplete. We hadden hem op 100% alles gehad. Hier hadden we een hele mooie vuilnisbak uit de automaat gekregen. En die hebben we ook aangetrokken. Mijn character heet Yoshi Chu omdat ik een gele Yoshi heb. En nu komen we hier aan. En ik weet niet wat dit precies voor figuurtje is, maar die zegt: ik ben helemaal kapot. Had ik maar een blije bloem. Had ik maar een blije bloem. Weet je wat, vriend? Ik geef jou een blije bloem. Alsjeblieft, neem een van mijn bloemetjes. Je mag hem hebben. Als jij daar blij van wordt, dan mag jij hem gewoon hebben. Wat doen die schildpad en die krab daar op de achtergrond trouwens? Die zijn gewoon lekker aan chillen. Bedankt, ik voel me weer fris als een hoentje. Ik zal het gebied openmaken, een stapje terug graag. Nou, dankjewel. Bedankt dat we er langs mogen, meneertje. Of mevrouwtje, I don't know. Eén van de twee. Heb je hem opengemaakt? Kijk eens wat er gebeurt. Nou, helemaal top. Welkom in de Vrijbuitersbaai. Poeh, ik voel me altijd stukken beter door die bloemen. Ik ben blij dat jij er blij mee bent. Zijn naam is Knutsor. Oh my. Als je één letter op een andere plek plaatst, dan... Nou, laten we het daar maar gewoon niet over hebben. Knutsor uit de Vrijbuitersbaai, om precies te zijn. Yoshi! Yoshi, is dat je naam? Nee, mijn naam is Yoshi Chu. Leuk je te ontmoeten. Waarvoor ben je hier? Op zoek naar droomstralen. Jazeker. Ik zag laatst een paar glanzende stralen uit de lucht vallen. Oh, ja, die wil ik hebben. Eens zien. Waar zijn ze? Volgens mij is er ongeveer daar één terechtgekomen. Oh, dat is nog best wel ver weg eigenlijk. Daar zijn we nog niet aangekomen. Volg het pad maar. Dat leidt vanzelf in de juiste richting. Oké. Veel geluk bij het zoeken. Dankjewel. Nou, dan gaan we door naar het volgende level. En dat is een duik in de diepzee. Let's go! Yay! Dus we starten nu in een onderwater level. Maar ik hoef zo te zien niet te zwemmen. En daar ben ik wel blij mee, want ik hou eigenlijk niet heel erg van onderwater levels. Dus dit vind ik top. Dit vind ik helemaal super. Hoppakee. Die Koopa is weg. He's gone. Let's go. Dan moeten we even die Shy Guys opeten, want daar krijgen we eitjes van. En met die eitjes kunnen we weer dingen gaan schieten in de achtergrond. Hoppa, al lekker man, al die Shy Guys. Ik zie hier sowieso iets. Ja, kijk eens. Hoppa, muntjes. Maar geen rode muntjes nog. Ja, we moeten dus altijd proberen om 20 rode muntjes te verzamelen. En om 5 van die bloemen te vinden. Van die blije bloemen, waar die mensen blij van worden. Die knutsor. Stampsprong. Oké, stampsprong. Ja, we weten hoe we stampsprong moeten doen. Hoppa, zo doen we een stampsprong. Hoppa. En nog één. Lekker. En dan krijgen we ons eerste rode muntje van de level van. Nice. Hé, hey, koepatje, alsjeblieft. Hoppakeetje. Oh, oh, zo. Zo, waar komt die opeens vandaan, joh? Daar zie ik in ieder geval een bloemetje. Hoppa. Dat is ons eerste bloemetje uit het level. En dan gaan we hier even deze muntje pakken. Gooi ik eventjes die Goomba eruit. Hoppa. En dan pak ik hier dit vraagtekentje. Krijgen we weer hartjes van. Die moeten we ook verzamelen om het level te completen. Dus dat is top dat we die nu hebben. Oh, wacht. Ik wil wel alle muntjes. Ik ga eerst even naar beneden. Even kijken of hier beneden nog wat is. Ik kan hier dus wel op. Oh, wacht. En nu kom ik daar dus niet meer op volgens mij. Ah, dan moet ik weer bovenlangs. Ja, oké. Okay. Doei Goomba. Koopa bedoel ik. Doei. Oké, let's go. We gaan hier op. Dan gaan we al deze muntjes pakken. En dan gaan we deze muntjes pakken. En dan gaan we hier zo... Hoppa, en nog een keer. Jee, rood muntje. Oké, okay, nu moet ik weer terug. Moet ik het nog een keer doen. Let's go, let's go. Ah! Oké. Okay. Doe je ding, Yoshi. Hoppa. Eet die Shy Guys lekker op. Eet die Koopa lekker op. Top. Sloop ze maar. Ja, lekker bezig. Kijk, hoppa. Al die Koopas gelijk weg. Kan ik nog hier naar beneden? Misschien is hier beneden nog wat. Gaat dit platformpje weg? Ja, top. Je moet altijd even overal kijken natuurlijk. Kijk, dit bedoel ik dus. Gooi ik even die Koopa weg. Gooi ik even een Shy Guy hierop. Kijk, hoppa, rode muntjes, alles. Lekker. En dan zijn we nu bij het checkpoint aangekomen. Hier nog een hartje. Hier nog een Shy Guy. Ga ik eerst even weer beneden langs. Even kijken of hier beneden nog iets te vinden is. Bijvoorbeeld hier. Ja, ja. Weer een rood muntje. Kijk eens, hoppa. Je kan ook gewoon al die dingen uit de achtergrond gooien. Niet dat je er veel aan hebt nog, maar dat komt later misschien nog wel, jongens. Dat komt later misschien nog wel. Oké, hierop. Hoppa. Al die blauwe muntjes pakken. Yay. Oh, kijk eens, bloem. Is dat onze eerste? Onze tweede bloem is dit. Tuurlijk, we hadden al één bloem gepakt. Dit is onze tweede bloem. Voor mijn gevoel is dit een iets groter level dan het vorige level.
kan het natuurlijk wel mis hebben, maar het lijkt er wel op. We gaan hier naartoe, Shy Guy'tje pakken. Dan gaan we hier zo naar beneden, Shy Guy'tje pakken. Hier zit voor de rest niks. Daaronder zit wel wat. Kan ik deze Koopa daar naartoe gooien? Ja, kijk, hoppa. En weer muntjes, lekker. Die rode muntjes hebben we al te pakken. Dus dat gaat helemaal top. Ik heb het gevoel dat hier misschien nog wel meer rode muntjes zijn. Nee, dit zijn gewoon allemaal gele muntjes. Hierachter staat wel een cadeautje. Zien jullie dat? Hoppa. En daar staat wel weer een rood muntje in. Top. Ja, we gaan best wel... We gaan lekker. Hoppa, kijk eens al die muntjes, man. Nice. Gaan we eens eventjes deze naar beneden halen. Oh, bedankt, hè. Bedankt, hè, vriend. Hoppa. Kijk, dat dacht ik namelijk al. Ja, 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 ja. Daar zat weer een geheimpje. Met weer rode muntjes. 13 rode muntjes al te pakken. We gaan keihard. Hier pakken we hartjes. Shy Guy'tje meenemen. Hier hebben we weer een Koopa. Shy Guy'tje schieten. Driehoekje schieten. En hoppa, nog meer muntjes. Er zitten genoeg muntjes overal, jongens. Oké, we eten al even allemaal... Oeh, wacht even. Kunnen we... Ja, en dan zo. Ja, en dan moeten we waarschijnlijk... Ja, Koopa gooien. Ja. En dan kunnen we zo... Ja, ja, bloem. Hoppa. Lekker, onze derde bloem. En dan hebben we hier weer een checkpoint. Checkpoint hype. Die Koopas die veranderden gelijk in hartjes. Wat hebben we nu nog nodig? Nog 2 bloemen en nog 6 rode muntjes. Eens even kijken wat we allemaal gaan vinden. Hier, ja, kijk, nog 3 rode muntjes. Dat gaat goed. Waar kunnen we die bloemen vandaan halen? Hier? Of halen we hier weer rode muntjes uit? Of zijn dit gewoon... Nee, dit zijn gewoon gouden muntjes. We hebben ondertussen wel al bijna 300 muntjes, jongens. We gaan hard. We gaan keihard. Eens even kijken. Hier, ja. Oké, hier komt er weer wat uit. Oh, oh. Ik dacht dat ik die Shy Guy al opgegeten had. Maar nog niet. Ik liep te snel door. Hier kunnen we iets tegenaan gooien. Ja, dan hebben we hier... Oh, die moeten we... Wacht even. Deze moeten we naar beneden doen. Snel, 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 snel. Yay! Ja! Kijk, hoppa. Weer een bloem. Dat is bloem nummer 4. Top. Laten we dan die deur maar eens even openmaken. Het voelt alsof we bijna bij het einde van de level zijn. Bijna, 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 bijna. Trappetje omhoog. Hier naartoe. Shy Guy opeten. Eens even kijken. Ik heb zo'n voorgevoel. Dat ik jou op moet eten. En zo moet gooien. En dan jou moet laten bouncen. En dan al die Shy Guys kapot moet laten maken. Ja. Lekker. Zo hebben we alle bloemen in ieder geval te pakken. Dus dat gaat top. Kunnen we hier ook op? Ja, kijk, hier kunnen we ook op. Zitten hier rode muntjes? Ja, dan hebben we alle rode muntjes ook te pakken. Nice, dan kunnen we nu dit level uit gaan spelen, jongens. We hebben alles weer te pakken in dit level. Hoppakeetje. Oh, we moeten nog wel even serieus blijven. Kijk, die visjes op de achtergrond. Zo leuk gemaakt, hè? Superleuk gemaakt, dit. Nog meer muntjes. Nog meer Shy Guys. Pak alle muntjes. Ik wil ook die muntjes nog. Ja, ja, ja. Ah! Oh, we halen het nog maar net, jongens. Oké. Okay. Deze vis is ook gemaakt van een of ander melkpak, jongens. Super tof level design dit. En zo hebben we ook het tweede leveltje uitgespeeld. Met maar 421 muntjes maar liefst, jongens. Hoppa! Yoshi! En dan hebben we volgens mij gewoon weer alles gehad. We hebben 5 bloemen, we hebben superveel muntjes, we hebben 20 van die hartjes en we hebben 20 rode muntjes. Dus weer 100% jongens. Nice! Lekker Yoshi! Hebben we hier dan ook zo'n leuke automaat staan? Ja, kijk, daar staat een automaat, maar daar kunnen we nog niet bij. Dan moeten we eerst dit level uitspelen. Ik kan natuurlijk ook gewoon de automaat in level 1 even helemaal leeg trekken. Zullen we dat doen? We gaan gewoon hier weer outfits proberen te scoren. En we kunnen nu 4 munten inwerpen met onze 479 muntjes. Let's go. We hebben de... Oh, kijk, we hebben de gouden. We hebben 2 rode nu en we hebben 1 groene. Dus we hebben nu ook hele zeldzame kostuums blijkbaar. Nice! Maar wat hebben we dan allemaal? We hebben hier een cadeau met blauw strik. We hebben hier, ja, de Legendary Stoomtrein. Die vind ik wel vet. Deze gaan we aandoen. En we hebben hier een pakje sinaasappelsap. Ik vind pakjes sinaasappelsap echt altijd vies. Maar vers geperste jus d'orange. Oh, dat is zo lekker. Oké, wat hebben we nog meer? We krijgen ook nog een melkfles. Nice. Ja, ik wil dat stoomlocomotiefje wel aantrekken. Die is echt super vet. Kijk ons dan. Hij heeft ook een hoedje op.
Hilarisch dit. Kijk ons gaan met ons stoomtreinhoedje. Dit is super grappig. Ja, we zijn klaar voor dit level. Vrijhaven van de Octo-kapitein. Maar dit level gaan we in de volgende aflevering spelen. Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je Nintendo video's tof vindt. En volg me op twitch.tv/rickachu als je mijn lives wil zien gamen. Volg me op Instagram, Twitter, overal. En dan zie ik je gewoon daar of bij de volgende video. Mazzel!